En met bijvoorbeeld met Thierry Baudet, wat zou dan moeten gebeuren met mensen die... In de gracht dieven. Gewoon in de gracht dieven. Ja, dat was het beste. Maar dat is dan zou ik zeggen van ja, maar moeten we zo met elkaar omgaan? Dat is ook niet netjes, toch? Beste kijkers, we staan vandaag in Amsterdam en achter mij demonstreert Bijeen tegen Baudet. Wij gaan vragen waarom en wat hun doel eigenlijk is. Kijk mee. Nou, ik sta hier met twee heren. Wat gaan jullie vandaag doen? Naar de boekpresentatie van Thierry Baudet. En waarom ga je daar naartoe? Nou, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat en wat het boek inhoudt. En heb je... Ik zie eigenlijk niet voor hem op de foto, want hij is een bekende Nederlander. Oh. En heb je zelf het... Even echt zo een beetje serieus, ja? Want ik zijn maar gewoon passanten. Je staat voor... Sorry, hallo. Ik sta hier met Chris. Hallo. Chris, ga je ook demonstreren tegen Baudet? Nee, ik ben hier om te kijken of er mensen zijn gekomen. Het is het slechtst bezochte evenement in tijden, moet ik zeggen. Ja. We zijn nog vroeg. Ja. Dus je moet het niet slecht knippen, want jullie rechtse luiden dat is al een beetje selectief tegen vijandig tegen de linkse medemens. Het zou natuurlijk kunnen dat de mensen nu nog gaan arriveren. Het zou kunnen. Maar tot dusver is het een beetje triest. Nooit meer fascisme! Doe niet! Niet! Nooit meer fascisme! Doe niet! Niet! Nooit meer fascisme! Nooit meer fascisme! Doe niet! Niet! Nooit meer fascisme! Dag meneer, waarom staat u hier vandaag? Nooit meer fascisme! Doe niet! Niet! Nooit meer fascisme! Doe niet! Maar... Nooit meer fascisme! Nooit meer fascisme dus? Nee! Maar waarom is Baudet volgens u een fascist? Jij betaald door Poetin, Thierry Baudet. Word jij betaald door Poetin? Poetin, molenaar. En je vindt dat Thierry Baudet betaald wordt door Poetin? Nou, hij heeft toen met het associatieverdrag met Oekraïne heeft hij campagne tegengevoerd. En voor die campagne heeft hij geld aangenomen van een Russische bron. En ja, dat is duidelijk, zit daar Vladimir Poetin achter. Natuurlijk het Westen. Intern probeert te verdelen door rechtspopulistische partijen te steunen. Ja. Nigel Farage heeft hij gesteund, Trump heeft hij gesteund, noem ze allemaal maar op. Ja. Dus, maar nu zullen mensen zeggen, die bijvoorbeeld zitten te kijken, van ja, maar hij probeert Poetin te begrijpen. Hij probeert zich in te leven in Poetin, hij steunt Poetin niet, maar hij probeert eigenlijk een ander perspectief weer te geven, wat eigenlijk niet doorkomt in de mainstream media. Wat is die visie daarop? Nou, Baudet is gewoon een gore fascist. Ik bedoel, hij zegt racistische dingen. Hij zegt dat mensen met een kleur lagere intelligentie hebben dan mensen met een witte kleur. Dus, heeft u dat gezegd? Ja. Zogenaamd was het een grapje. Hè? Maar zulke soort grapjes gaan de ronde in die kringen. 1, 2, 3, 4. We willen geen fascisten hier. 5, 6, 7, 8. Gooi je nazi in de gracht. Het heeft toch helemaal geen zin om tegen hem te demonstreren? We willen geen fascisten hier. Dit zijn zijn fans. Gooi die nazi in de gracht. Vindt hij een nazi, Baudet? Heeft het wel zin om tegen Baudet te demonstreren? Ga lekker je omvolkingstheorietjes verspreiden, man, op je netwerk. Maar heeft het wel zin om met... Om te... Ga lekker naar je boekpresentatie dan, grap. Daar is hij niet thuis. Je hoort hier niet thuis. Ik zou gewoon vragen... Nou, omdat ik tegen fascisme ben, tegen racisme. En ik heb gehoord dat Thierry Baudet hier een... boekpresentatie houdt en ik weet dat hij gewoon niet goed is, dat hij heel gevaarlijk is voor onze samenleving. En ik zag deze jonge mensen staan, toen dacht ik ga hen steunen, daarom ben ik hier. En waarom is Baudet een gevaar voor de samenleving? Nou, we hebben in het verleden gezien, hij is gewoon opvolger in... Met een fasciste tv, hè? Dat weet je. Is dit een fasciste tv? Nee, hoor. Welke zender zijn jullie van? Het kanaal. Ik stel gewoon vragen, hoor. Nou, succes met je carrière. Succes met je... Nee, wilt u niet praten? Nee. Ik ben geen fascist, hoor. Nee.
En wat vind je er nou van dat mensen eigenlijk demonstreren tegen Baudet, tegen zijn boekpresentatie? Ja, ik denk eigenlijk dat de tijd dat je tegen Baudet moest demonstreren, dat hij achter ons ligt. Dus ik bedoel, kijk, dat hadden ze beter een paar jaar geleden kunnen doen. Toen deden ze dat trouwens ook wel. Dus het is ook niet zo dat het natuurlijk helemaal niet, dat het helemaal onlogisch is. Maar ja, ik bedoel, kijk, de meeste mensen weten inmiddels wel wat voor vlees ze met Baudet in de Kuip hebben. Dus ja, eigenlijk, er hoeft niet zoveel duidelijk meer gemaakt te worden, denk ik eigenlijk. Ik bedoel, kijk, als je daar nu nog gaat staan, ja, dan ben je toch opgegeven met alle respect. Wat bedoel je, daar binnen of daarbuiten? Als je daar binnen staat. Als je hier nog naartoe gaat, als je nog zo'n boek gaat lezen en dat überhaupt nog serieus neemt, ja, dan is het gewoon, ja, weet je, dan moet je jezelf laten opnemen. Mm-hmm. Ik bedoel, er is nu zoveel gepasseerd. Ik bedoel, het is nu ook een beetje voorbij, denk ik, dat we kunnen denken van, dat valt allemaal wel mee en het is misschien nog normaal. Ja, maar heel veel mensen zullen zeggen van, ja, Baudet heeft toch gelijk gehad, hè, met zijn voorspellingen met betrekking tot corona. Ja, ik schat jou hoger in, Sashi. Dat is een vraag. Ik schat jou hoger in. Kijk, het punt van een pandemie is, een pandemie stopt altijd weer. Dus ik bedoel, kijk, als je zegt, er komt een dag dat de maatregelen zinloos zijn geworden. Ja, we wisten alleen precies wanneer. Dag meneer. Wat vindt u er nou van dat deze mensen demonstreren? Ik vind het een beetje belachelijk. Mm-hmm. Om eerlijk te zijn. Agressiviteit en dat soort dingen. Zij zeggen eigenlijk dat Baudet een fascist is en dat er geen ruimte moet zijn voor fascisme. Ik heb hem een aantal keren meegemaakt en daar is niets van waar. Mm-hmm. Dus het is een hele leuke man. Hij heeft het beste voor met Nederland. Mm-hmm. Maar dan komt iedereen te zijn de tijd al achter, denk ik. Ja. Hey, hoe gaat het? Heel goed, ja. De campagne is in volle gang en we zijn bijna verkiezingen. Dus heel spannende tijd. Ja. Nou, jullie krijgen weer volop aandacht, hè? Ja, ja, er zijn mensen die zich heel bedreigd voelen door boeken en door ideeën. En dat laten ze blijken. Ja, ik vind dat interessant. Ik hoop dat ze een boek gaan schrijven waarin ze alles wat wij zeggen ontkrachten. En dan hoop ik met hen de dialoog aan te gaan. Iets minder schreeuwen en iets meer praten, dat zou goed zijn. Ja, ja, want hebben jullie wel eens geprobeerd om met hun te praten of debatteren? Daar staan zij niet zo voor open, nee. En zij zeggen in principe dat Baudet een fascist is, dat hij hele rare ideeën heeft en dat hij eigenlijk gecanceld moet worden. Hoe sta je dat? Ja, jij bent natuurlijk van voren, maar hoe kijken jullie eigenlijk naar... Vinden jullie het ook intimiderend? Hoe ervaren jullie dit? Ja, ik ervaar het niet als intimiderend, nee. Ik vind het vooral heel grappig dat ze ons ervan hebben tegen de totalitair en fascistisch te zijn. En ondertussen ideeën willen uitsluiten van de samenleving. Dus voor mij toont het alleen maar de hypocrisie aan van wat zij doen. Ja, want Antifa staat er ook, hè? Ja. Ja, ik ben ook tegen fascisme, dus... En wat verwacht je vandaag met de boekpresentatie? Ja, het is heel interessant. Het is nog nooit eerder is er zo geschreven over de afgelopen 2 jaar. Dus het gaat niet alleen over wat er bij ons in de partij is gebeurd. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk een bloemlezing van wat er met corona is gebeurd de afgelopen 2 jaar. Ik vind het bijzonder dat een parlementariër zo'n boek schrijft. Dus ik ben heel benieuwd hoe de avond gaat zijn. En nu we het toch hebben over de actuele situatie... hoe kijken jullie nu naar het feit dat heel veel Russen bijvoorbeeld ook intimidatie ervaren, eigenlijk ook een soort van gecanceld worden? Hoe kijken jullie als Forum daarnaar? Ja, het is grappig, hè? Want patatje oorlog mag nu ook geen patatje oorlog meer heten, want dat is niet van deze tijd. Ik denk dat het heel erg aantoont die angstkramp waar mensen in zitten. Dat het is echt het toppunt van de cancel culture. Mensen die hier wonen en de Russische achtergrond hebben, die hebben natuurlijk helemaal niets met dat conflict te maken. Maar die worden nu in huis uitgezet. Dus ja, dat is natuurlijk heel schrijnend. En als het iets laat zien, is het wel dat... Wij de tolerante partijen in deze zijn, ja. En deze vraag moet ik wel stellen. Er wordt heel veel over Oekraïne gesproken, over Rusland. Jullie relatie met Poetin. Kan je dat toelichten voor de kijker? Ja, die is er niet. Ja, wat moet ik erover zeggen? Ja, ze willen heel graag... Zo wordt het wel eens aan om ons aan hem te verbinden. Hè. Het is heel grappig, maar... Ja, we hebben ook gezegd, laat maar komen dat onderzoek. We hebben niets te vrezen. Bijeen staat nu te demonstreren tegen Baudet. Maar daar zien we dus ook bijvoorbeeld Antifa. Eigenlijk wel bekend van geweld ook, hè. In Hamburg bijvoorbeeld dat ze gedaan hebben. Ook tegen ons. Dus we gaan even kijken wat Antifa te vinden vindt. Hey, waarom sta je hier vandaag? Omdat Baudet daar is, dat is een fascist. Maar jij staat met een antifa-vlag. Ja.
En er wordt ook wel gezegd dat Antifa de nieuwe fascisten zijn. Weet je waar Antifa voor staat? Staat voor antifascisme. Dat is toch niet logisch als dat fascisme zou zijn? Ja, maar ze worden ook wel beschuldigd van intimidatietactieken, geweld natuurlijk. Ja, Antifa is gewoon, daar beschrijf je iets mee. Iets is antifascistisch. Dus er zijn vast wel antifascisten die dat soort dingen... Hele sympathieke journalisten. Ik bedoel, het beschrijft iets. Dus als iets antifa is, dan zullen er vast ook mensen zijn die wel dat soort tactieken gebruiken. Maar ik bedoel, of je bent antifascist of je bent een fascist, zeg maar. Iedereen is van nature antifascist. Dus... Maar vind jij bijvoorbeeld dat Baudet gecanceld moet worden? Dat er geen ruimte moet zijn voor zijn visie? Ja, ja. Maar dat is toch ook een vorm van fascisme? Want je onderdrukt eigenlijk andere meningen. Want er zullen misschien ook mensen zijn die zeggen van... ik ben het wel eens met zijn visie op corona en hoe hij dingen ziet. Dat mogen ze best vinden, maar ik mag laten zien dat ik het daar niet eens mee ben. Nou, het begint uit de hand te lopen hier. Gaat niet zo goed, hè? En een beetje gewelddadig. Normaal, joh. Hij is normaal, man. Waarom staat hij hier vandaag? Omdat Baudet een fucking vriend van Poetin is. En dat we moeten opkankeren uit Amsterdam. Dat. Ja, dus je vindt eigenlijk dat Baudet... Dat was hem, dat was hem. Oh, dat was hem. Ja. Ja. Gewoon opdonderen met vrienden van Poetin, opdonderen met fascisten uit Amsterdam. Heel duidelijk. Maar hij zal zeggen van, ja, maar ik ben geen vriend van Poetin. Scheid, dat is die wel, is die wel. Pretty obvious, pretty obvious. Dus, opdonderen. Je bent er wel heel erg boos om? Ik ken mensen in Oekraïne en in Rusland. Mm-hmm. Ja, dus iedereen die een vriend is van Poetin, mm-hmm, opdonderen. Ja. Van opkankeren. Ja. Dus het raakt u wel gewoon persoonlijk ook echt, hè? De situatie. Een rare vraag. Ja. Ja, maar vind je het normaal, hè? Een leger dat gebouwen bombardeert waar mensen... Nee. Ik sta nu kant. Vind je dat normaal? Ik sta nu kant. Dat raakt jou dus niet? Nee. Het raakt mij wel. Maar omdat u een persoonlijke relatie heeft met iemand uit Oekraïne, raakt het u misschien meer dan andere mensen? Nou, sowieso als er mensen worden gebombardeerd, raakt mij dat altijd. Mm-hmm. En in dit geval, dat zeg maar de vijfde kolonne van Poetin hier al gewoon vrolijk een fucking kutboek kunnen presenteren, is gewoon gestoord. Is echt gestoord. Mm-hmm. Is echt gestoord. Ja. Is gewoon, dit zijn de mensen die verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van de MH17. Dat zijn deze mensen. En wat moet er volgens u gebeuren? Wat is volgens u nu de oplossing? Want kijk, u schetst een probleem. En wat is de oplossing? Gewoon Poetin weghalen. Militaire ondersteuning van Oekraïne. En that's it. En met bijvoorbeeld met Thierry Baudet, wat zou dan moeten gebeuren met mensen die... In de gracht tieven. Gewoon in de gracht tieven. Ja, dat was het beste. Maar dat is dan zou ik zeggen van ja, maar moeten we zo met elkaar omgaan? Dat is ook niet netjes, toch? Iemand die geld van Poetin krijgt, dat is pretty obvious. Die heeft niks te zoeken in Nederland, niks te zoeken in deze democratie, niks te zoeken in Amsterdam. Helemaal niks. Als je vriend bent van Poetin, opdonderen. Gewoon opkankeren. Sorry? You're a Nazi. Sorry? Waar heb je het over? Hey Chris! Chris! Ik weet niet wat hier... Ik weet niet wat hier gebeurt, Chris. Ik ga met je praten. Ik word hier weggeduwd. Uitlanderbending. Ja, ja. Nou, Chris.
Die durf ik alleen tegen jou te maken. Ja, dat mag wel. Ja. Maar, dat vind ik mezelf ook heel grappig als ik dat tegen jou zeg. Maar ik werd dus hardhandig weggeduwd. Althans, hardhandig. Ja, zachthandig. Niet helemaal. Je bent enigszins zachthandig op afstand gehouden. Ze vinden je gewoon vervelend. Ja. En kunnen ons natuurlijk op zich verder alles bij voorstellen. Maar het is gewoon de openbare weg. Ja. Dus ja, je mag gewoon met iedereen praten. Je hebt ook net met de fascisten gepraat. Dus je hebt op zich wel. Ja. Het is wel zo dat jij alles... Ja, kijk, ja, ik vind die balans van jou niet kloppen, maar je bent wel gebalanceerd op een bepaalde manier. Jouw balans klopt niet. Gaan we agressief zitten doen? Nee, maar Chris... Ja. Sashi. Ik heb net een aantal vragen gesteld. Is het probleem ook niet van de tegenpartij van Baudet dat ze zo emotioneel in het debat staan? Nee, dat is niet het probleem. Wat heel interessant is... De sfeer over Baudet is helemaal veranderd. Mm-hmm. En daar hebben deze mensen geen enkele rol in gespeeld. Dat is heel interessant. Wat bedoel je? Dat is helemaal niet de verdienste van de mensen die hier staan. Ja. Terwijl, ik bedoel, ja, een paar jaar geleden... Maar dit zijn wel de grootste schreeuwers, letterlijk. Nou ja, ik vind het wel grappig. Kijk, op zich vind ik het wel een leuk idee om met een pot en een pan en een pollepel op het museumplein te gaan staan. Ik vind het persoonlijk stervenskoud. Dus ik denk, ik ga direct naar huis. Ik weet hoe lang zij blijven staan. Ik denk ook dat het helemaal geen zin heeft. Ik bedoel, kijk, het enige wat zij doen is, zij irriteren die mensen die dan in die rij staan om naar binnen te gaan. Dat is wat ze eigenlijk doen. Dus die moeten dit dan aanhoren. Maar die mensen waren niet echt geïrriteerd die we spraken. Die gingen meer lachen. Ik denk dat die mensen die daar binnen staan ook allemaal denken dat zij gek zijn. Dus het maakt wat dat betreft ook helemaal niet uit. Ja, maar is het niet zo dat ze elkaar bevestigen? Want de mensen die hier naartoe komen, die zullen bevestigd zijn van ja, dat zijn gekken. En de mensen die hier staan, die zullen denken van ja, zie je, dat zijn de fascisten. Die luisteren naar ons. Kijk, ik maak voor de grap, zeg ik, de fascisten staan binnen. Maar ik bedoel, de enige persoon die ik sprak, zei, ik ga het boek absoluut niet kopen, want er staat alleen maar onzin in. Oké, ja. Dus dat is natuurlijk niet helemaal zeker wie die mensen zijn die daar binnen zijn. Kijk, het punt is natuurlijk, je hebt natuurlijk uiteindelijk dialoog nodig. En dat klinkt een beetje verkeerd. Zo van, hè, alsof je wil opschuiven in de richting van allerlei bruine voorkeuren. Mm-hmm. Maar het punt ik ben ook bruin, hè? Maar jij bent de enige bruine voorkeur die mag. Ja. Maar het punt is, als je niet met elkaar het gesprek aangaat, zul je mensen niet overtuigen. Dus dit overtuigt sowieso helemaal niemand. En dit overtuigt die mensen daar raken ook niet overtuigd. Deze mensen zullen nooit overtuigd raken. Dus je zult toch een soort gesprek moeten voeren. En dan hopen dat je er ooit eens een keer uitkomt. Dat zul je toch moeten doen. Zou je met mij de afsluiting willen doen? De vorige keer had je dat met Amish gedaan natuurlijk, bij Partij van de Dieren. Die gaan knuffelen, dus mensen... Ik hou erg van zwarte mannen. Oh jee. Dit had ik misschien niet moeten doen. Maar vond je dit een leuke video? Een ontzettend leuke video. Allemaal abonneren hieronder op YouTube. Dat is hartstikke leuk. Krijg je heel veel leuke video's in je mailbox. Ik weet niet precies waar je hem krijgt. Ja. Ik ga even proberen. Nee.